Ik moet zeggen, we zijn nu zeg maar bijna aan het einde van dag 2. De erekeuringen zijn net gestart. Als ik kijk naar het nieuwe concept, hè, dus inderdaad zoals je aangeeft, meer het lifestyle concept. Niet alleen het showen van honden, maar vooral ook het werken, het sporten met honden. Het beleven van honden in de volle breedte. Ik denk dat tot nu toe heel geslaagd is. We zijn erg tevreden over de bezoekers, zowel gisteren als vandaag. En ook de feedback die we krijgen is heel positief. Nou is het vooral nog rashond 2016, want voor de kruisingen en dergelijke is het nog wat minder. Gaan die in de toekomst nog wat meer bijgehaald worden? Nee, het is zeker niet alleen voor de rashond of voor de stamboomhond. Want ook de verschillende demonstraties die vandaag hebben plaatsgevonden in alle ringen, in alle hallen. Want in alle hallen hebben we demoringen. Daar kunnen ook niet-stamboomhonden, dus rasloze honden, aan meedoen. Dus ook hond 2016 is al opengesteld voor niet-rashonden. Dus mensen met gewoon een kruising uit het asiel, die zijn net zo welkom? Die zijn net zo welkom. Als je van honden houdt, dan ben je welkom op hond 2016. En ik zeg al, de raskeuringen, dus de keuringen die plaatsvinden in de 32 rasringen, hebben natuurlijk te maken met rashonden, want die hebben een bepaalde omschrijving zoals die dieren eruit moeten zien. Maar de andere activiteiten met honden zijn opengesteld voor zowel rashonden als niet-rashonden. Nou is er vanuit een heel andere hoek best wel heel veel commentaar. De rashond zou in deplorabele toestand zijn, als je sommige mensen mag geloven. Toont een evenement als dit nou aan dat het wel meevalt? Of is er ook nog wel heel veel werk aan de winkel op dat terrein? Er is altijd werk aan de winkel. Als je met levende dieren fokt en werkt, dan moet je altijd werken aan verbetering. Ik denk alleen wel dat de Nederlandse kinologie en de Raad van Beheer met zijn aangesloten rasvereniging aan fokkers heel trots mag zijn op datgene wat we tot nu toe bereikt hebben. En ik denk dat een stamboomhond in Nederland, die is zorgvuldig gefokt. De Raad van Beheer heeft een aantal normen gesteld waar stamboomhonden aan moeten voldoen. Maar heel veel rasverenigingen gaan daar nog veel verder in. Dus oude dieren worden gescreend op afwijkingen die voorkomen in een ras. Maar het is niet alleen de gezondheid, maar ook de socialisatiecomponent is bij onze fokkers, bij onze achterban, denk ik, op een hele goede manier aanwezig. Maar er zullen natuurlijk altijd verbeterpunten zijn. Ik denk alleen wel, als u vandaag een dagje hond 2016 pakt en u spreekt met fokkers, u kijkt naar de dieren, dan zult u zien dat heel veel honden gewoon vitaal zijn en, zoals wij dat zeggen, fit for function. Een dergelijk lifestyle evenement, wordt dat de toekomst ook van de andere shows in Nederland? Dat is moeilijk te zeggen. De normale rashondenshows, die zijn dus specifiek geënt vaak voor 80-90% op de raskeuringen, dus op de keuringsringen. Andere shows hebben natuurlijk ook wel demonstratieringen. Alleen het evenement als dit in de RAI, in een van de mooiste tentoonstellingscomplexen in Nederland, op dit niveau, dat vergt wel heel veel organisatie. Dus het is voor mij moeilijk te bepalen of ook andere shows op deze manier aan hondenshows vorm zullen gaan geven. Heeft u nog iets toe te voegen? Ja, nou, de mensen, ik weet niet wanneer dit live gaat, maar iedereen is morgen van harte welkom natuurlijk die hond 2016 nog niet bezocht heeft. Of als u het vandaag of gisteren zo naar uw zin heeft gehad, ook morgen bent u van harte welkom.